Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear. Het programma waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. En we hebben een heel groot beeldscherm. Naast me zit Tom Kouwberg. Ja, en naast me zit Peter Bouwman. En tussen ons in zit een BenQ EW277 HDR. Ja, en dat is een scherm die zijn weerga niet kent. Nou ja, in ieder geval voor onze desk. Hij is groot. Ja, hij is groot. Nou, we hebben wel eens lompere schermen gehad. Maar dan, meestal hebben we ons iets van, we gaan staan. Ja, maar nu wilden we blijven zitten. Twijfelgeval dat je maar blijven zitten. Ja, het is een BenQ monitor. Niet verwarren met Zowie. Want nee. Het is wel echt, dat is gewoon hun gaming lijn. Zowie is hun e-sports lijn. Oh, een e-sports. Dat is het. Dus maar dat betekent niet dat dit niet voor gamen is. Hier kun je prima op gamen. Sterker nog, het is een HDR-scherm, een betaalbaar HDR-scherm. Dat is natuurlijk wel de nieuwste trend binnen de games. Hè? Als ze een beetje op de beeldweergave gaan zitten. Van, wat is nu de nieuwe hype? Na 4K is HDR het nieuwste. High Dynamic Range, die zorgt dat alles weer crispier en helderder uitziet. Het is iets natuurlijker allemaal. Het is wat wij gamers altijd heel erg fijn hebben gevonden, is enorm hard contrast. Weet je wel, met IPS-panelen van die enorme harde zwart op wit. Maar HDR is eigenlijk heel veel contrast, maar ook dat je daarin nog steeds de details ziet. Dus dat in de donkere regionen niet alles gewoon donker is, maar dat je daar ook nog wat in kan zien. Dus dat zit er hier gewoon op. Een game moet dat ondersteunen. Een game moet dat eigenlijk wel ondersteunen. En je videokaart of je bron waar de HDR vandaan komt, zeg maar. En de HDMI-kabel moet dat ondersteunen. Dat is natuurlijk wel weer zo'n dingetje. En ben jij een believer? Do you want to believe? Heb jij sinds je HDR-schermen test zoiets van, ik kan eigenlijk niet meer zonder High Dynamic Range? Ik kan zonder, want HDR is ook altijd iets, weet je, als je aan video- of fotobewerking gaat doen, moet je juist weer denken, heel veel mensen hebben geen HDR-beeldscherm, dus dan moet het weer uit. Maar ik moet wel zeggen dat BenQ maar hier er wel van heeft overtuigd dat het betaalbaar kan en dat het op zich, ja, we hebben met andere HDR-schermen wel eens dat hele discussie gehad van, nee, ik zie het niet zo, of ik moest eraan wennen, of ik vond het gewoon een beetje flats. Het is ook flats op het eerste gezicht, maar als je de juiste content erbij gaat pakken, heb je al zoiets van, oh shit, maar het is wel een heel stuk natuurlijker. Het is heel gek om uit te leggen, maar het lijkt één op één de realiteit. Ik moet wel zeggen dat ik dat vooral heel erg heb bij grote schermen, bij televisieschermen die het ondersteunen. Als je dan NBA gaat spelen op de PlayStation 4 Pro, dan zie je wel echt van wow. Okay. Dat komt ook door de grootte van het scherm dan. Ja, dat helpt natuurlijk ook wel een beetje in heel veel gevallen. En dat zal ook 4K zijn dan toevallig. Ja, dat is ook 4K. Dit is 1080p over 27 inch. Okay. Dus dat is niet overdreven high-tech of zo, maar dat komt er dus, ja, daarmee krijg je dus wel een betaalbare prijs voor een HDR-beeldscherm. Ja, haal die olifant even uit de kamer. Wat is die betaalbare prijs? 250 euro. Ja, dat is betaalbaar. Ja, dat vind ik erg betaalbaar. Want het laatste HDR-scherm wat we hadden was gewoon dik in de 600-700 euro. Mm-hmm. En dit is dan toch wel dat je denkt van, dat is iets toegankelijker. Vooral als je meeneemt dat het een aardig groot scherm is. En ik vind het ook nog best wel stijlvol met de dunne lijn, zeg maar. Maar hij is niet rood. Nee, hij is niet zwart met rood. Nee. Dus het is niet voor de gamer. Gamers vinden dit niet leuk. Afgeschreven. Of een draak had er ook nog op gemoeten. Maar is dit wel, is dit een scherm die zich ergens op focust, of is het gewoon een mooi degelijk scherm? Het is een entertainment scherm, zo steekt BenQ hem dan in ieder geval in. En een work from home scherm, dat je er ook comfortabel en op lange duur mee kan werken. En dat klinkt natuurlijk altijd een beetje als een verkooppraatje, maar ik moet wel zeggen, ergens is er dat natuurlijk ook. Maar naast de HDR-functie, sterker nog op dezelfde knop als de HDR-switch, zit ook een Blue Intelligence Plus technologie. Dat klinkt al helemaal als een marketingpraatje. Maar het leuke is, die speelt met de kleurtemperatuur van je beeldscherm over het verduren van tijd. Dus je hebt een lichtsensor onderop zitten, die meet hoe jouw omgeving eruit ziet en gaat, zeg maar, de blauwe of warme tinten een beetje kalibreren. Eigenlijk wat mijn iPhone heeft met nachtmodus. Ja, het heeft letterlijk zijn eigen soort van dynamische nachtmodus. En als je echt heel lang, in ieder geval zoals in mijn geval, heel lang veel artikelen aan het typen bent en je ziet in één keer de zon ondergaan en zo, is het wel leuk dat hij gaat daar geleidelijk in mee. En dan wordt ook, s'nachts wordt hij dan natuurlijk iets minder fel, zodat je ogen niet wegbranden. Dus mocht je nu kijken, je hebt ouders die lijden aan het vierkante ogen-syndroom, je moet dit scherm kopen. Dan kunnen ze niks meer zeggen. Ja, nou ja, op zich, ik vond het persoonlijk wel prettig, maar ik moet er wel weer aan toevoegen dat die lichtsensor, die is vrij lastig om in te stellen. Soms is hij iets te gevoelig, dat als jij net even zelf een schaduw op die lichtsensor werpt, dat die dan al gaat veranderen, zeg maar. Dus dat is wel jammer en dat brengt ook meteen weer het andere nadeel boven water, dat de knopjes, ik vind dat heel erg klungelig. Zo'n rits aan knopjes aan de onderkant. Dat heeft BenQ altijd al. Ik heb ooit... Nee, dat is niet waar, want BenQ heeft ook zo'n scrollwiel met van die sneltoetsen. Ja, dat klopt. Die moet je dan aansluiten. Ja. En dat is voor de gamelijn. Ja, laat me eens even iets uitleggen. Ik heb ook een BenQ-scherm. Die heb ik toen gekregen naar het DDG-event. Ja.
als je gewoon alleen al van HDMI wil switchen, dan moet je al 5 minuten door. Is dat hier ook? Dat valt mee, maar ik moet gewoon wel zeggen dat het menu wel heel onbeholpen aanvoelt. Het voelt heel verouderd aan om zo'n rij met knopjes te hebben en dat je dan, oh, dit betekent omhoog in het menu, dit betekent oké in het menu. Weet je wel, er zijn inmiddels al zoveel betere manieren om dat soort systeembediening te kunnen doen. Je wilt het woord weer zeggen, zeg het woord. De beeldschermtepel aan de achterkant. De tepel aan de achterkant is een hele goede oplossing. Scrollwieltjes zijn goede oplossingen. Een klein beetje touchcontrols of zo. Werkt allemaal zoveel beter dan een rits aan knopjes die niet echt duidelijk zijn. En dat zijn een beetje de twee nadelen die ik hierbij voel. Maar voor de rest, weet je, het is wel gewoon betaalbaar HDR. Mooi beeldscherm. En het is ook echt, de kleuren zijn, holy shit, ik weet niet of jij hem gezien. Ja, ik, nou, zwart. Ja, zwart aan deze kant, ja. Mooi man. Kijk, nee, mooi. Je mag echt, echt zwart zwart. Nee, het is niet eens zwart. Maar nee, echt helemaal. Nee, dat had ik wel gezien. Ja, gezien. Het is hoe groot is het scherm trouwens even? 27 inch. 27 inch voor 250 euro schoonhaak lijkt me een ontzettend mooie prijs. Schappelijk vond ik het vooral. Ja, absoluut. Ja. En als je op HDR in wil springen, is het nu misschien de kans. Je hoeft tenminste niet van die lompe bedragen voor te verbazen. Goed gedaan. Goed gedaan, dankjewel Tom. Bedankt ook voor het kijken deze week. Mocht je dit nou toffe content vinden en je wil nog meer weten over tech, gadgets, gear, maar ook heel veel over games, hè, want we zijn tenslotte Gamersnet. Check elke dag gamersnet.nl voor je dagelijkse portie game news, reviews, previews en heel veel video's die we maken. Of volg ons gewoon op een van onze sociale media kanalen, want daar zijn we ook actief. Dankjewel Tom. Alsjeblieft Peter. Tot volgende week. Oh, lees de geschreven review. Oh, lees het geschreven. Als je meer specs wil weten. Ja, dat ook. Ja. Sorry. Dat is alleen voor de nerds, dus die. Ik dacht dat ik heel volledig was, maar ik was iets vergeten. Sorry. Ja, het is toch... Welke game is dit inmiddels? Mount & Blade. Oh ja. Kutspel. Best wel.